of je... Vier! Ja, wees Leon, zitten we weer. Ja. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou juf, week 4. Dus dat betekent weer een filmpje natuurlijk. We gaan vandaag een raadsel doen. Ja, gelukkig. Ja, en dan krijg je dus volgende week in weer filmpje 5 het antwoord. Dus laat vooral straks je reacties achter in de comments. En we gaan een proefje doen. Proefje. Met een ballon. Ja, ik ben gek op ballonnen. Dus ik dacht, laten we weer een proefje doen met een ballon. Ja. En deze ook wel best wel spannend weer. Ik ook. Maar eerst het raadsel. Tijd om die hersenen even lekker te laten kraken, want het is tijd voor raadsels. Nee! Ja. Nee. Nou, ik vind dus van ja, dus het is gewoon ja. Leuk, want ik heb ook meteen een raadsel. Nee. Jawel dus. En ik weet zeker dat u die niet gaat oplossen. Ja, precies, dat zei ik al. Op welke vraag kun je nooit ja antwoorden? Op welke vraag kun je nooit antwoorden? Dat kan niet, juf. Nee, het kan niet. Jawel, ja, dat kan wel. Ga er maar even over nadenken. Op welke vraag kun je nooit antwoorden? Op welke vraag kun je nooit ja antwoorden? Nou, dit gaat nog wel even duren. Hè? Want hij kan, meester Leon zegt toch alleen maar nee. Ga er even over nadenken. Dan komen we volgende week terug met de oplossing. Juf! Ja, meester. Ik heb ballonnen mee. Wat superleuk. Wat gaan we daarmee doen? Geen idee. Ik moet het voor jou meenemen. Ja, heel goed. Wij gaan iets doen. Ja. Want ik wil iets bewijzen. Heb je weer zo'n dag? Ja. Gebeurt wel eens. Oké, okay, nou, laten we gaan. Okay. Laten we doen. Het kan dus misgaan, maar ik geloof dat het helemaal niet mis kan gaan. Wilt u eerst eventjes 2 ballonnen opblazen? Zo? 2? Ja, lekker groot. Ja. Nou, nog wel een beetje. Ja, helemaal top. Je hebt volgens mij blaast je in elk filmpje een ballon mee. Ja, volgens mij ook. En ik doe dat nooit. En deze moeten wel dicht, ja, dit keer. Want dicht. Want vorige keer gingen we ze open laten. Weet je nog waarom? Ja. De telefoonhoesje. Ik hoop dat jullie het thuis ook hebben geprobeerd. Ik wil trouwens weer een nieuwe kleur. Ik ben nu een beetje saai. Zullen we straks even een roze kunnen gezellig maken? Ja, jij bent wel gezellig. Nee, man. Oké, okay, hier. 2 ballonnen. Let op. Wij gaan hierop zitten met nee ons volle gewicht. En ik zweer dat de ballon niet zal knappen. Dus dat gaan we nu doen. Wij gaan met ons volle gewicht op de ballon zitten. Ja. En hij gaat niet knappen. Ja. Ik begin nu ook een beetje te twijfelen, maar we gaan het toch doen. Want u weet dat ik een beetje bang ben voor ballonnen. Oké, okay, maar moeten we heel hard gaan zitten of heel zacht? Rustiger op gaan zitten. Rustig dus, oké. Okay. Nou, het gaat niet om mis. Oké. Okay. Rustig. Oh, ik durf niet. Nou, dat ging dus. Zijn wij te zwaar? Zou dat kunnen? Ik denk dat we de ballon te hard hebben opgelaten. Laten we proberen met een minder harde. Want het is echt mogelijk. Ik heb namelijk ooit een keer op een ballon gezeten en toen ging het niet stuk. Juf? Oké, 2 korte blaasjes dan. Dit is toch gek. Dit moet gewoon kunnen. Op de een of andere manier, alles wat ik bedenk, mislukt. Ik durf niet meer, juf. Ik schrok ook wel een beetje. Ik ben heel benieuwd om het terug te zien straks. Kijk. Rustig, hè? Ja, ik zit wel, maar niet met mijn volle gewicht nog. Juf. Ik zit ook. Ik zit ook. Het werkt. Ah. Oké, nu
ga ik wel met mijn volle gewicht. Even wat er gebeurt. Nee, ik ben nog steeds met mijn volle gewicht. Ja, ik ben echt met mijn volle gewicht. Voetjes aan de vloer. Ja, dat gaat dus niet. Oké, wil je het ook thuis uitproberen? Ga het lekker doen. Maar blaas, tip. Blaas de ballon niet volledig op, maar een beetje. Maar ik denk dat onze leerlingen minder wegen dan wij. Ja, dat zeker. Dus als jij het gaat proberen, gaat het helemaal goed komen. Weet je wat leuk zou zijn? Als je het even filmt of er een foto van mij. En dat even naar ons mailt. filmpjesjufenmeester@gmail.com. Oké. Nou juf, dit was alweer een weekfilmpje. Vier. Ja, nog 2 hè? En dan is het zomervakantie. Ja, nog 2 en dan is het inderdaad zomervakantie. Echt snel. Echt heel snel. Wel zin in. Hard gewerkt dit jaar. Nou. Yes. Vond je nou een leuk filmpje? Geef even een duimpje omhoog. En laat vooral je reactie achter in de comments. Maar ook over het raadsel. Nee, ja, waar, welke vraag kan je nou geen ja beantwoorden? Laat het weten. We hebben ook Instagram. Oh ja, hebben we ook. We hebben ook Facebook. Daar kun je ook nog een beetje kijken, reminders. We doen daar ook wel eens bloopers op zetten. Ja, precies. En geef vooral nog steeds je duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal. Tot de volgende. Dag jongens en meisjes. Ciao.